Goeiedag, Wouter, mijn gitarist, Geen Geze. Er waren een hoop aanvragen gekomen om mensen die zeiden, ja, we beginnen net, we kunnen maar een paar akkoorden zetten, maar we willen ze graag met 5 december, dus in Sinterklaas, die ze kunnen spelen. Nou, het is pas eind oktober, dus als we het nu doen, hebben we tenminste nog een maand de tijd om te gaan oefenen, ja? We hebben 3 voorbeelden genomen, want we gaan natuurlijk niet 15 Sinterklaas liedjes op 1 video zetten, dus we gaan snel beginnen. We beginnen met Sigins komt de stoomboot. Ja, daar komt voor. Een C-akkoord. Een G-akkoord. Dan kan je daarna gaan naar een G7-akkoord, dat is pink weg. Wijsvinger op de eerste positie op de onderste snaar. Ja. En dan komt er voor een F-akkoord. Ja, ik zie jullie wel schrikken, maar ik doe daar ook een makkelijker. Ja. Dan gaan we beginnen met de slag hier. Mevrouw die stond er van rustig aan, want we hadden net al eerlijk gezegd opgenomen, maar dat was niet te lang. Ja? Dus hierbij maak ik het een beetje korter. De slag. Het is een hele makkelijke slag die voor jullie. Ja? Tikken, tikken, boom. Naar beneden. Nog een keer naar beneden en dan alleen maar op beneden. Dus 1, 1. Down, down. 1, 2, 3, 4. Down, down. 1, 2, 3, 4. Down. Down. Eigenlijk krijg je 3 keer naar beneden, dus goed kijken. Down, down. Misschien nog makkelijk om het zo te doen, schat. Het is zo uitleg, denk ik. Kijk. Pak het zeker een beetje. Ja, zo kan je dus spelen. Als je hem gaat uitprinten, ja, dan zie je vanzelf die akkoorden staan. Dan ga ik het nog heel makkelijker doen, ja, voor de alle beginners. Ja, dat is namelijk met 2 akkoorden. Dat is namelijk, daar wordt aan de deur geklopt. Ja, gaan we beginnen. C-akkoord, voor de alle beginners onder jullie. Wijsvinger op de B-snaar eerste positie, dus op de 1 naar de onderste is dat. Dan komt je middelvinger komt op de tweede positie, zie je, dus het tweede hokje. Komt namelijk op de D-snaar, ja. Dat is de vierde snaar van onder, oftewel de derde snaar van boven. En je ringvinger komt namelijk op de 1 naar de bovenste snaar in de derde positie, ja. C-akkoord. Dan komt nog in een G-akkoord. Meer akkoorden komen er niet in voor. Hoe doe je dat? Heel makkelijk. Je houdt het C-akkoord vast. Het enige wat je doet is, je doet je wijsvinger los. Je pink komt op de derde positie, op de onderste snaar, op die hele dunne snaar, zie je. En deze twee gaan 1 snaar omhoog. Dus er komt deze namelijk op de 5e, 1 naar de bovenste en deze op de bovenste. G-akkoord. Ja, en weer dezelfde slag. Daar wordt de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt de deur geklopt, wie zal dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben een goede vriend. Want al ben ik zwart als roet, ik neem het goed. Weer dezelfde slag. Ik heb dezelfde slag, ga ik door over zie. Mevrouw die zit al 4 minuten houden tijd in de gaten. Dus dan zie je dus met 1 slag. Geef de stoomboot uit Spanje weer aan. Met zelf slag. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Dus met daar wordt aan de deur geklopt. Dat is eigenlijk nog de makkelijkste voor alle beginners. Dan komt er een C in en een G. Ja. Dan hebben we er nog één. Soesjes gaande paardenvoetjes. Dan voelen we helemaal kindsvoederschap. Ik zette vorig jaar mijn schoen klaar, ja, maar ik heb schoenmaat 47. En de andere morgen had, was Geesje zo heel erg vriendelijk geweest om er een brief in te doen. He, brugge kinderen slaan we over, ja, dat gaat zoveel in. Nou, maar goed, moet je kijken. Soesjes, paardenvoetjes, trippeltrap op trippeltrap. Het is het paard van Sinterklaasje, slippel stappen, stippen stap. Sinterklaas
ijsje over het dak. Grimmel draagt met veel gemak Sinterklaasje over het dak. Hoe doe je deze slag? Moet je kijken. Had jij al verteld welke akkoorden dat zijn? Nee, ga ik zo doen, schat. Eerst even de slag, okay. Ja. De slag gaat namelijk zo, wijsvinger op de G-snij. Dat doe je even tussen de G en de B in. Middelvinger tussen de B en de E in. En de ringvinger aan de onderkant, als het ware. Dus dan kun je ze omhoog plukken. Zie je het? Ja. Dan komt er voor een C-akkoord. Weer de G-septiem van net van Sigins komt de stoomboot. Ja, dan komt er nog in voor een D-septiem. En dat is met je wijsvinger naar de B-snaar. Op de eerste precies tweede snaar. Deze komt op de derde snaar van onder. Tweede positie in je ringvinger op de onderste. D-septiem, ja. En dan komt er voor weer een F-akkoord, ja. Waarbij ik het duidelijk heb aangeleerd. Als je hem neerzet, een beetje naar je gitaar toetrekken. Dan krijg je een mooiste toon, ja. Ga meer dan eigenlijk om die slag, zo kan je dus doen. Dat is ook wel leuk. Kinderen vinden het meestal heel erg leuk om te horen. De G7. G-septiem dus met tot de poltrap. Het is het paard van Sinterklaasje. Stippel, stappel, stippel, stap. Schimmel draagt met veel gemak Sinterklaasje over het dak. Schimmel draagt met veel gemak Sinterklaasje over het dak. Met de C beginnen met die. Met de A-snaar. De D-septiem begin je met de D-snaar met het plukken. Zie je. De F-akkoord ook. Ja. Met de C-akkoord bij de A-snaar. Hoeveel tijd zitten we, schat? 6,5 minuut. 6,5 minuut. Ja, gaan we nog een half minuutje gaan we door, dan moet er uit. Oh, wat ben je streng gedaan. Het is bij de voetjes, trippel, trappel, trippel C. Het is het paard van haar G-septiem toe. Tippel, stappel, trippel C. Schimmel draagt met zijn F-C. Sinterklaasje G-septiem naar de C. De F. Zo kan je op een hele makkelijke manier toch leuke Sinterklaasdienst spelen op 5 december voor je kinderen of je kleinkinderen of een lerares of leraar op school. Ook al heb je nog niets voor akkoorden geleerd. Begin je gewoon de hele dag met daar wordt aan de deur geklopt. Ja, dat is ook leuk. Niet. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. G naar de C, de G naar de C. De G naar de C. En die slag alleen maar. Tikke, tikke, boem. Tikke, tikke, boem. Tikke, tikke, boem. Tikke, tikke, boem. Ja, bij Sigins komt de stoomboot zelf vlak. Sigins komt de stoomboot uit Spanje aan. Hij brengt ons Sinterklaas. Zie hem al staan. Voor het bos zijn paardje. En denk op en neer. Waaien zijn. Hier een beetje uitkomen en heel veel plezier alvast met Sinterklaas. Ja, nee. Groetjes. Hoi hoi. Hoi hoi.